We gaan terugkijken op een jaar lang onderwijsbeleid ten tijde van corona. En we nemen u even mee terug in de tijd. We gaan naar maart 2020. Bruno Bruins, minister van Medische Zorg, die zit in een tv-uitzending over corona. En tijdens die uitzending krijgt hij een briefje in zijn hand geduwd. Daarop staat dat het bekend is dat de eerste officiële coronapatiënt in Nederland er is. 3 dagen later is de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, te gast, hier in de balie, in deze zaal. Er zijn inmiddels 10 mensen besmet, waarvan we weten, met corona. En het is op die dag bekendgemaakt dat mensen die terugkomen uit risicogebieden, dus dan gaat het over Italië of misschien wel over China, die moeten uit voorzorg thuis blijven. Moet u niet naar Den Haag? Vroeg ik minister Hugo de Jonge. En hij antwoordde mij, dat regelt Bruno wel. Op 6 maart geeft Rutte zijn eerste persconferentie. Er is dan inmiddels 1 persoon overleden aan corona. We zijn voorbereid op het virus, zegt Mark Rutte. Er ligt een plan klaar. En er is volgens hem geen reden om op dat moment grote evenementen te vermijden of af te gelasten. En eigenlijk na die eerste persconferentie gaat het heel snel. Het aantal coronagevallen neemt toe. Op 9 maart volgt een tweede persconferentie met Mark Rutte. En ditmaal zien we ook voor het eerst Jaap van Dissel van het RIVM. Er wordt aangekondigd dat we vanaf nu geen handen meer schudden. En Mark Rutte die geeft direct het goede voorbeeld. We stoppen vanaf vandaag met handen schudden. Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry. Nee. Over. Ik wil er nog wel. Zo, ja. Erg, zo'n gewoonte. Op 12 maart volgt een derde persconferentie, waarin nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Evenementen met meer dan 100 mensen worden afgelast. Mensen moeten thuis blijven als ze klachten hebben en ze moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Mark Rutte heeft tijdens die persconferentie ook een boodschap voor de scholen. En dan wil ik iets zeggen over het basis, het middelbaar onderwijs en het mbo. Want daar zien we op dit moment geen reden om scholen te sluiten of andere maatregelen te nemen. De reden is dat daar weinig besmettingen zijn. De omgeving op die scholen is ook minder internationaal. En jongeren, dat weten we, zijn niet de groep met de hoogste risico's. Maar ik zeg er meteen iets bij. Wat ons daar ook tegenhoudt, is dat de maatschappelijke gevolgen heel groot zouden zijn als ouders, omdat de kinderen thuis zijn, ook ouders noodgedwongen thuis zouden moeten blijven. En ik doe dus een beroep op die juffen en meesters en leraren en leraressen. Ik realiseer mij, wij realiseren ons dat ook jullie je zorgen maken. Tegelijkertijd, de risico's zijn redelijk beperkt. Onthoud goed, kinderen moeten dus naar school, zodat ouders hun werk kunnen blijven doen. Dit besluit van Mark Rutte leidt tot veel onrust. Hij spreekt een dag later, op 13 maart, weer over de scholen en zegt: ik begrijp het besluit over de scholen. Ik begrijp dat het besluit over de scholen dat we gisteren hebben genomen heeft geleid tot zorgen, misverstanden, maar ook ergernis. Ik wil allereerst nog benadrukken dat wij alle afwegingen maken vanuit het oogpunt van onze volksgezondheid. Die staat op 1. Medische experts hebben ons op die basis geadviseerd scholen niet te sluiten. Mark Rutte volgt hier dus het OMT. Er is geen reden volgens het OMT om de scholen te sluiten. De onrust blijft. 2 dagen later spreekt minister Arie Slob, minister van Onderwijs, tijdens de persconferentie. De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat met name veel scholen er niet in slagen hun scholen ook fysiek open te houden. Onder andere vanwege het feit dat ook veel onderwijspersoneel thuis zit, ziek is en het daardoor niet meer goed ook organiseerbaar is en dat ook er veiligheidsrisico's in de school kunnen ontstaan. En ook omdat er bij ouders en ook docenten zorgen leven. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog gaan in Nederland alle scholen op slot. Ook de horeca en de sportclubs moeten sluiten. In dezelfde week dat Mark Rutte handen schudt met Jaap van Dissel, valt Bruno Bruins letterlijk om tijdens een debat in de Tweede Kamer. Ik schors de vergadering. De ernst van de situatie is duidelijk. Het wordt ons te veel. Het is onduidelijk hoeveel mensen op dat moment precies corona hebben. Bij klachten blijf je thuis, maar je wordt in de meeste gevallen nog niet getest. We gaan even kijken naar het corona-dashboard.
De cijfers rond die periode zijn nog niet volledig compleet. Maar naar schatting liggen er dan ongeveer 79 mensen met corona op de IC. En 0,3% van de mensen die die dag opgenomen wordt op de IC met corona is 18 jaar of jonger. Scholen zouden 3 weken dichtgaan, maar dat werd langer. Op 13 mei presenteert de inspectie van het onderwijs een rapport. Waaruit blijkt dat digitaal onderwijs substantiële groepen kinderen in moeilijke thuissituaties niet of nauwelijks bereikt. En dat sociale ongelijkheid hierdoor toeneemt. Een week later kondigt Mark Rutte aan dat de basisscholen weer gedeeltelijk opengaan, vanaf 11 mei. Dit besluit werd verantwoord op de basis van een aantal redenen. Reden 1. Uit gegevens zou blijken dat jongere kinderen minder snel besmet raken. Reden 2. Er is bovendien een kleine kans dat ze ziek worden. Reden 3. 1,5 meter afstand houden bij deze groep is niet realistisch. Reden 4. Kinderen hoeven niet vaak ver te reizen, dus het legt ook geen druk op het OV. Reden 5. Het maakt het leven van thuiswerkende ouders makkelijker. Ook vroeg Rutte aan het voortgezet onderwijs om zich voor te bereiden op de 1,5 meter school. En dat gebeurt. Tijdens de persconferentie op 19 maart laat Mark Rutte weten dat op 2 juni ook het voortgezet onderwijs gedeeltelijk weer open gaat. Maar wel met inachtneming van de 1,5 meter voor leraren en leerlingen. Mark Rutte spreekt in zijn persconferentie voor het eerst rechtstreeks naar de jongeren van ons land. Mijn collega's in het kabinet en ikzelf, wij vinden het belangrijk dat juist jullie daarover gaan meedenken. En mee gaan praten. Want het gaat uiteindelijk om jullie toekomst. Ja, we zijn dan op 2 juni. Op die dag liggen er nog 154 mensen met corona op de IC. En 0% van de mensen die die dag is opgenomen op de IC met COVID is 18 jaar of jonger. We gaan de 1,5 meter zomer in. We kunnen op vakantie, we kunnen naar theaters en we kunnen naar restaurants. Mark Rutte die roept ons op om verstandig na te blijven denken in deze zomer. Mijn vraag is, deed u dat? Het kabinet gaat met vakantie. De besmettingscijfers lopen langzaam op. En begin augustus komt dit kabinet toch weer terug voor overleg. Maar nieuwe maatregelen blijven uit. Minister Slob schrijft een brief over het nieuwe schooljaar. Ondanks de oplopende cijfers gaat het basis- en het voortgezet onderwijs voor het eerst in 5 maanden weer volledig open. Voor de welzijn en de toekomst van de leerlingen. Minister Slob zegt dat het onderwijs goed voorbereid is. Als het misgaat, wordt eerst lokaal ingegrepen en niet gelijk landelijk. Mondkapjes zijn niet noodzakelijk. Op de dag van de schoolopening, dus dan hebben we het over 1 september, we hebben die eerste golf achter ons, liggen 33 mensen met corona op de IC. 0% van de mensen die die dag is opgenomen met COVID op de IC is 18 jaar of jonger. Op 14 oktober gaan we opnieuw een lockdown in. Het mondkapje wordt ingevoerd, ook op school. De scholen blijven open, daar zijn veel vragen over. Een journalist vraagt tijdens een persconferentie aan Hugo de Jonge waarom scholen open blijven en de horeca sluit. 1,8% van de besmettingen vindt plaats in de horeca en 4% op school, zegt de journalist. Kinderen worden misschien niet zo ziek, maar ze kunnen toch ook thuis hun ouders besmetten? Hugo de Jonge geeft het volgende antwoord. Uiteindelijk weeg je het ook tegen elkaar af. Je zegt, nou, als ze ziek worden, maken ze een milde besmetting door. Misschien kunnen de scholen nog een tandje strakker zijn op het thuisblijven als je klachten hebt. De maatschappelijke schade zou echt heel erg fors zijn op het moment dat je het VO zou sluiten. En dat betekent dat je in de optelsom van de maatregelen die je elders neemt, ja, een tandje strakker nog moet zijn. En vandaar dat de hamer is vormgegeven zoals die is vormgegeven. Ja, denk even terug aan Mark Rutte, die aan het begin van de crisis zegt dat volksgezondheid op nummer 1 staat. Is dat hier nog steeds wel zo? De maatschappelijke schade van het sluiten van scholen lijkt in ieder geval zwaarder te wegen. 2 maanden later spreekt Mark Rutte opnieuw het land toe vanuit het torentje. Demonstranten buiten die verstoren zijn toespraak door lawaai te maken met pannen. Het land gaat op slot en al het onderwijs, zelfs het basisonderwijs, gaat dicht. Waarom? Hugo de Jonge noemt daar een opmerkelijke reden voor. We hebben ook geleerd uit die eerste golf, waar de scholen ook gesloten waren, dat het feit dat ook het basisonderwijs geen fysiek onderwijs geeft, mm-hmm. dat het ook helpt om te zorgen dat ouders zich wat beter houden aan het andere advies, namelijk werk zoveel mogelijk thuis. Mm-hmm. En dat laatste, dat gaat niet erg best de afgelopen tijd. Nee.
Ja, weet u nog? In maart moesten de kinderen naar school, zodat ouders naar hun werk konden blijven gaan. Nu zeggen ze, kinderen die moeten thuis blijven, zodat hun ouders niet naar hun werk kunnen. Er liggen die dag op 14 december 503 mensen op de IC. En 0% van de mensen die die dag wordt opgenomen op de IC met COVID is 18 jaar of jonger. In januari wordt de eerste vaccinatieprik gezet en wordt de avondklok ingevoerd. 8 februari gaat de basisschool weer open. De middelbare scholen mogen open vanaf 31 mei volledig. De universiteiten, hogescholen en mbo's hebben nagenoeg het hele jaar online les gevolgd. Vanaf 26 april krijgen studenten 1 dag per week fysiek les. Het lijkt erop dat het na deze zomer weer vaker voorkomt dat leerlingen echt naar college kunnen, mits er geen vierde golf komt. Dank jullie wel en dan openen we nu de zitting.